Finn was voor mij ja, heel fijn poppetje, zeg maar. Hè. Onze Sam, de oudste, was best wel een stevige, mollige baby. En Finn had eigenlijk een heel tenger, mooi lijfje, vond ik altijd. Je ook wel een beetje kwetsbaar gevoel erbij. Heel lief, rustig mannetje. Heel leuk om de kinderjaren met hem mee te maken. Wij zelf zagen al wel van jongs af aan, hè, peuterkleuter, van goh, die motorische ontwikkeling loopt toch wel wat anders. Vanaf de kleutertijd zijn we toch wel hier en daar aan de bel gaan trekken. Bij een kinderfysiotherapeut en bij een chiropractor en bij een cesartherapeut. Ja, en eigenlijk was niemand heel bezorgd. Op een dag ging hij een paar keer door zijn benen heen. Toen googelde ik gewoon op een paar steekwoorden van ja, we hadden echt zoiets van nou, dit klopt gewoon niet. En toen kwamen we eigenlijk in no time op de site van de kinderneurologie uit. En eigenlijk al bij zo'n heftige diagnose als Duchenne. Het maakt je heel boos, het maakt je ook heel verdrietig. Waarom mijn kind? Dat we net een jaar wisten dat hij Duchenne had. Dat de jongens samen op de achterbank zaten van de auto. En Sam is een voetballer, onze oudste. En dat Finn tegen hem zei, als ik nou wel gezonde benen had, dan kon ik met jou voetballen. Dan was ik toch waarschijnlijk wel een leukere broertje voor jou. Nou, dat is hartverscheurend. Dan voel je wel zijn pijn van een lichaam wat niet wil. Wij proberen als gezin zoveel mogelijk herinneringen te maken. Wij waren altijd van de actieve vakanties. Ik had geen vakantie als ik niet een berg op beklommen was. En dat hebben we met Finn nog kunnen doen. Op dit moment is Finn een enorme bikkel. Hij leert ons waar het leven over gaat. En dat is gewoon heel mooi. Hij geniet van de kleine dingen. Als hij onder de douche zit, dan hoor je hem ook heel vaak zingen. En ja, dan word je ook gewoon heel blij. Want het zijn hele kleine dingen waar je gewoon heel gelukkig van kan worden. Ja, Duchenne Heroes voelt als een warm bad waarin je als gezin, het is onze eerste keer dat we meedoen. We hebben er gewoon heel erg veel zin in. Ja, het is zo'n prachtig project waar heel veel betrokkenheid is. Ja, dat zoiets dan gewoon omgezet kan worden in zoveel positieve energie en meedoen aan zo'n evenement en ja, de verbondenheid die dat met elkaar geeft. Ja, de Duchenne Heroes vind ik wel heel fijn dat ze voor mij fietsen. En dat er geld op wordt gehaald voor onderzoek. Er zijn heel veel dingen niet. En zoals ook geen medicijn tegen Duchenne. En het moet gewoon een keer gaan komen. Als er heel veel goede onderzoeken lopen, die moeten we financieel blijven ondersteunen. Duchenne Heroes zijn toppers.